Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door de Lichtfabriek, evenementenlocatie in Haarlem. Tussen de lijnen twee mannen en twee vrouwen. Dat kan niet anders betekenen dan we naar de gemengd dubbel zitten te kijken. En deze gemengd dubbel gaat tussen Forza Amersfoort en Van Zundert Velo. Zulke informatie die je natuurlijk op de kop van YouTube al had kunnen lezen. En de wedstrijd gaat tussen Koen Ridder, Romy de Laak. Dat aan de kant van Amersfoort. En dan hebben we Jim Middelburg en Mieke Halkema. Ja, en gaat Koen Ridder dan zijn eerste nederlaag leiden? Want Koen Ridder, weet je, de vedette in de badmintonwereld, van een Nederlandse badminton, die is nog ongeslagen. In alle partijen die hij tot nu toe in de Carlton Eredivisie gespeeld heeft, heeft hij nog niet verloren. Hij speelt samen met Romy de Laak. Amersfoort in de beginfase wel op voorsprong. Nu 10 tegen 6. Nu zijn we 2 punten verder en daarin loopt Van Zundert Velo in. En hier een goede smash van Jim Middelburg. De badminton ranking bijvoorbeeld de nummer 8 van de gemengd dubbels. Dus dit onderdeel ligt hem wel. Staat sowieso in alle klassementen in de top 10. Dus dat doet hij goed. Hij speelt samen met Mieke Halkema. Die staat... Ondertussen, dat moet wel even gemeld worden. Romy de Laak met een snoekduik nog probeerde bij de shuttle te komen. Dat lukte niet. Maar wat ik wilde zeggen is dat Mieke Halkema de nummer 7 is van de badminton ranking. En gaat deze in of uit? Camera buiten beeld. Maar uiteindelijk zou Amersfoort toch het punt gaan krijgen. Dus hij was uit. Lastig te zien. Ja, het zijn altijd weer van die omslagpunten die eruit voort kunnen komen. Want hier gaan ze nog steeds gelijk op in de eerste game. Nu een voorsprong voor Velo. Kunnen ze die voorsprong behouden? Dat is briljant gedaan, hoor, zeg. Van Mieke Halkema, zeg. Heel kort gespeeld over het net. Heel subtiel. En zo staat het 17 tegen 19. En Koen Ridder hier. Niet voldoende kracht achter zijn racket om het punt nog te scoren. En zo is het gamepunt. En deze gaat uit van Romy de Laak. En kijk de teleurstelling van Koen Ridder. Ja. De eerste game gaat dus naar Velo. In 18 tegen 21. En hoe gaat het dan de tweede game af? Kan Koen Ridder nog de teleurstelling omzetten in extra energie om de gemengd dubbel te winnen? Voorlopig nog wel. Romy de Laak kan dat ook. En daarom gaat het nog gelijk op in de tweede game. Een hele verwoestende smash van Jim Middelburg. En daarmee verzilvert hij ook een punt voor Van Zundert Velo. De bezoekers hier. In de sporthal in Amersfoort. En ze gaan door, hoor. En het is vooral verdedigen voor Amersfoort. Hier in eigen huis. En deze ging op de lijn, leek het. De scheidsrechter die gaf hem in. En dan gaat het hard. Want hij staat het 8 tegen 15. In de wedstrijd liet Romy de Laak nog wel eens een balletje lopen. De Koen Ridder kon er ook niet meer bij. Het gebeurde veelvoudig. Hier wel nog een mooie rally. Oh, en daar kan Romy de Laak weer niet bij. En zo ligt ze in deze samenvatting voor de tweede keer op de grond. Misschien wel een beetje een symbolische... Symbolisch iets dat er steeds niet bij kan. En zo staat het 9 tegen 19, zeg. En ook hier
Wordt er weer flink op losgesmashed. Daar kan Koen Reder niet tegenop. En zo gaat hij heel stevig verliezen hoor. Want hier is het matchpoint en weer het foutje van Koen Reder. En zo wint Van Zundert Velo. Gemakkelijk, zeer gemakkelijk in 2 games.